En op vrijwel hetzelfde moment worden van het dak van een andere stal ook kabels naar beneden gegooid. Is deze man dan niet alleen aan het werk? Het hek van het landbouwbedrijf in Ommen was afgesloten. Toch zien we 's nachts om 2:05 iemand op het terrein lopen. Kort daarna zien we hem met een kruiwagen en kijkt hij even recht in de camera. Snel doorlopen, want hij is hier 's nachts echt niet om een handje te helpen bij dit bedrijf. Hij is meer van de sloopwerkzaamheden. En dat zien we op beelden van deze camera. Daar wordt wat naar beneden gegooid. Het zijn tientallen meters kabels van de omvormers van zonnepanelen. En op vrijwel hetzelfde moment worden van het dak van een andere stal ook kabels naar beneden gegooid. Is deze man dan niet alleen aan het werk? Inderdaad, zijn partner in crime is op dat andere dak bezig. Eerst moet deze man de eerste tientallen kilo's aan kabels naar een veilige plek brengen. Erg soepel gaat dat niet met zo'n kruiwagen. Maar uiteindelijk heeft hij toch de juiste balans te pakken. En wie zien we dan in beeld verschijnen? Dat is zijn partner in crime. Met nog veel meer kabels in een kruiwagen. Ze zijn daarna een minuut of 10 niet in beeld, totdat ze met 2 lege kruiwagens weer teruglopen. Ze hebben nog lang niet alle kabels meegenomen, dus hier gaat de volgende lading. En de andere man doet hetzelfde en zo gaan ze meerdere keren op en neer. Rond 4:15 's nachts zien we de laatste beweging. Ze proberen de camera bij de oprit van het bedrijf af te dekken, zodat we niet kunnen zien hoe ze vertrekken. Maar dat gaat niet meteen goed. Na een minuut of 2 prutsen bij de camera, is het zicht verdwenen en vertrekken de mannen met een berg kabels ter waarde van 45.000 euro. Sven, een enorme strop voor dit landbouwbedrijf. En omdat de mannen die camera's hebben afgedekt, zien we niet waar ze naartoe gaan. Nee, en we kunnen ook niet zien hoe ze dat terrein zijn opgekomen. Er is ook geen voertuig zichtbaar, bijvoorbeeld op camerabeelden. Nou, wat we wel weten is dat er die nacht een toegangshek is vernield. Ja, en die mannen die hebben echt ontzettend veel kabels doorgeknipt op de daken van 4 stallen daar. Die zaten in een kooiconstructie, weer verbonden met omvormers. En de eigenaren die kwamen er de volgende ochtend achter dat al die kabels waren verdwenen. Groot schadebedrag, waarschijnlijk om en nabij de 45.000 euro aan kabels meegenomen. En waar gaan ze met die kabels naartoe? Ja, we denken dat het deze te dieven te doen is om het koper dat in die kabels zit. Koperdiefstal zien we helaas nog geregeld. Bijvoorbeeld ook op het spoor waar bijvoorbeeld bliksemafleiders worden meegenomen. Treinen die vervolgens niet kunnen rijden. Ja, en hier hebben ze dus hun slag geslagen bij een landbouwbedrijf met zonnepanelen op het dak. Ja, die zonnepanelen deden het vervolgens ook niet meer. Het kost natuurlijk ook heel veel geld om dat weer te laten vervangen. Nou, hier in Ommen gaat het om een flinke partij kabels. Ze lopen meerdere keren met volle kruiwagens op en neer. Ja, de kabels moeten ze in de tussentijd ergens hebben opgeslagen. Als iemand daar informatie over heeft of daar iets van heeft gezien, ja, dan horen we dat graag. De mannen zijn in de nacht van 21 op 22 juni bij dit bedrijf geweest. Ze hebben zich goed vermomd, maar kijk toch even goed naar ze. Misschien herken je ze of weet je iets over hun verblijfplaats. Een van de mannen draagt een vest of hoodie met gele strepen op de mouwen. En de tweede man zien we iets minder goed. Maar we zien wel dat hij een broek draagt met aan de zijkanten een verticale streep. En zo'n streep zit ook op de mouwen van zijn vest. Weet je wie de mannen zijn, hoe ze hier zijn aangekomen, vertrokken, met welk voertuig? Echt alle informatie is welkom. En extra zuur voor deze ondernemer, want het was niet de eerste keer dat dit gebeurde. Nee, vorig jaar september gebeurde er eigenlijk al iets soortgelijks. Ook 2 mannen die vrijwel alle kabels hebben meegenomen. Nou, we weten overigens niet of het om dezelfde mannen gaat. Daar zijn de beelden echt te onduidelijk voor. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze bij een groep horen die dit soort koperdiefstallen op meerdere plekken pleegt. Nou, tips daarover die ontvangen we natuurlijk heel erg graag. Dit bedrijf heeft in elk geval de beveiliging aardig opgeschroefd in de hoop dat dit niet nogmaals gebeurt. Ja, help mee deze 2 mannen te vinden. Ze gaan er met een gigantische partij kabels vandoor in Ommen. Herken je ze aan hun kleding of weet je waar ze met die kabels naartoe zijn gegaan? Bel dan de tiplijn. En uiteraard mag je ook volledig anoniem tippen. Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem.